ze vergeet. Jij zou jezelf enorm helpen als je mij iets geeft wat ik tegen haar kan gebruiken. Dat helpt jou dan ook. Dus? Dus? Als ik iets hoor, dan zeg ik het. Maar ik zal maar uitkijken als ik jou was, want die Suus... die kikt blijkbaar ook op dit soort machtspelletjes. Zit jij mij te belazeren? Misschien belazeren wij elkaar wel. Zijn we klaar? Onze afspraak bestaat vanaf nu niet meer. Jij mag het weer helemaal zelf doen. Vera. Max, hoe ging het vandaag? Prima, hoe gaat het hier? Nou ja, op zich wel best, maar de meisjes zijn er wel gepikeerd over die privileges. Ik ben niet blij. Zie ik, het is er nu weer. Jij belooft dat wij de keuken gebruiken. Jij naar rechtbank was, Freddy zwaait met mes. Freddy zegt fuck off. Freddy zegt Özgür is vieze stinkhoer. Özgür is een vieze stinkhoer. Freddy is de baas over de keuken. Als Özgür haar eigen eten wil maken, dan kan het alleen buiten de normale etenstijden. Dat is de afspraak. Maar Freddy zegt wij oprotten. Zeg maar tegen Özgür dat ik het met Freddy zal regelen. Wat? Ik ben gewoon blij dat je er bent. Jezus, Mark, ik was nog geen 6 uur weg. Hey. Hi. Wil je de echo zien? Tuurlijk. Vind je niet te schattig? Ik heb Cas ook al een kopietje gestuurd. Hij is echt zo trots. Ja. Hij is heel schattig. Wil je een kopje thee? Nee, straks misschien. Ik wil Freddy spreken. Haal Özgür en Emine in de gaten. Suus. Hoe ging het vanmorgen? Heb je het niet gehoord? Ik ben vrijgesproken. Suzanne Kramer is een zware crimineel. Hoe wij haar gaan aanpakken, zal door de buitenstaanders nauwlettend in de gaten worden gehouden. En ook door het ministerie. Dat heeft beloofd crimineel geweld keihard aan te pakken. Als Kramer ook maar enigszins dwars ligt, drukken jullie dat onmiddellijk keihard de kop in. Begrepen? Ja, mevrouw. Ze manipuleert alles en iedereen. Zodra je medelijden met haar voelt, weet je dat ze je gebruikt. Zo is het toch, meneer Tjettin? 4 maanden geschorst. Met dank aan Suzanne Kramer. Welkom terug. Mevrouw. Nog een ding. Het ministerie heeft aangekondigd het roken in penitentiaire instellingen te gaan verbieden. De komende 12 maanden zal dat gefaseerd worden ingevoerd. De bankert begint daarmee vandaag. Jongen. Is er een probleem? Nou ja, de vrouwen zijn al zo gespannen. Ze mogen bijna geen tv kijken, een bezoek krijgen ze amper. En als we nu ook nog die sigaretten gaan afpakken... Het is beleid van de regering. Wil je dat negeren? Door wat Kramer heeft gedaan, wordt er sowieso extra op jullie gelet. Vertel dat maar aan de vrouwen, als je hun sigaretten afneemt. Ja, mevrouw. Ze vraagt om moeilijkheden, echt. Jij bent aangenomen om te zorgen dat er niks gebeurt. Dit is Bodien Westerveld. Hi. Bodien is forensisch psycholoog. Alden Chitten. Bodien komt ons team fulltime versterken.
Ze gaat proberen door middel van bepaalde trainingen het percentage recidivisten te verminderen. Nou, je zou wel gehoord hebben dat dat hard nodig is. Over één iemand hoef je geen zorgen meer te maken. Suzanne Kramer. Ze heeft levenslang, zonder vervroegde vrijlating. Wanneer is dit bekendgemaakt? Vanmorgen. We komen net van een briefing bij de directeur. Mevrouw, kan ik u even spreken? Waar kan ik u mee van dienst zijn, mevrouw Westerveld? Waarom was u niet bij de stafvergadering deze ochtend? U bent geen deel van mijn staf. U bent door de Raad van Toezicht aangesteld. Natuurlijk, dat is feitelijk juist, maar het zou toch... Ik zal u voortaan uitnodigen. Verder nog iets? Ja, ik zou graag Kramer opzoeken vandaag, als dat mag van u natuurlijk. Kramer heeft niet om een psycholoog gevraagd. Nee, maar na zo'n zware uitspraak is dat wel de gangbare procedure. Ik bepaal hier de procedures, mevrouw Westerveld. Natuurlijk. Ik ben alleen bang dat u nu toch iets over het hoofd ziet. En dat is? Ik ben hier door de Raad van Toezicht met een duidelijke opdracht naartoe gestuurd. Ik geloof niet dat u die meteen wilt dwarsbomen. U kunt helaas niet alles hebben. Als u deel van mijn team wil zijn, zult u aan mij moeten rapporteren. Dat begrijp ik, maar ik kan daar nog wel mee doorgaan. Ik zou uitkijken met Kramer. Ze kan uitstekend manipuleren. Maak u zich geen zorgen. Ik ben me daar altijd zeer van bewust. Ik behandel mensen met hele uiteenlopende karakters. Ook met mensen die ogenschijnlijk altijd alles prima voor elkaar hebben. Nee, ik hoef die fucking echo niet te zien. Waar is die rooie? Ah, je wou me spreken? Het is er in de keuken aan de hand. Niks bijzonders? Oh, nee? Nee? Usgur is niet zo blij. Zeg maar dat ze terug kan komen. Ik hou mijn mes wel in mijn zak. Fijn. Dank je. Is dat alles? Kom je nog steeds iemand tekort? Ja, Kim is voorwaardelijk vrij. Kan je mooi Maxime voor die positie vragen? Nou, nee, dat hoeft niet hoor. Toch, boer? No fucking way. Dat is geen probleem hoor. Ze wil graag helpen. Prima. Goed. Zeg, Freddy. Ja? Ik zou het persoonlijk erg vervelend vinden als de drugs die hier binnenkomen door jou geregeld zijn. En waarom denk jij dat? Ik zeg het gewoon maar even. Meneer Chetten, u bent er. Kramer, meekomen. Hoe gaat het met je? Nooit gedacht dat jij me weer zou mogen bewaken. Ik heb helemaal niet om een psych gevraagd. Ik zou maar gaan, je hebt er één nodig. Ik ben Bodien Westerveld, forensisch psycholoog. Ik weet wie je bent. Ik heb gevraagd om je te zien omdat je vandaag bent veroordeeld. Hoe voel je je? Wat denk je? Nou, dat wil ik graag van jou horen. Echt. Alles wat hier gezegd wordt, blijft tussen ons. Ik begrijp dat je het natuurlijk nog even moet verwerken, maar... De afgelopen 4 maanden had niemand tv of radio. Bijna geen bezoek. We kregen een goedkope rotzooi te eten. En de tijd in de recreatieruimte werd gehalveerd. De directeur straft iedereen voor iets wat ik heb gedaan. Het is de hoogste tijd dat ze daarmee ophoudt. De directeur zat al onder genoeg druk. Onder druk? Hoezo? Onder druk van wie? We zijn hier niet om over de directeur te praten. Staan die maatregelen daarom nog steeds? Moet natuurlijk van de Raad van Toezicht, of niet? Deze afspraak, is die verplicht? Nee. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben blij dat je er bent. Er zijn genoeg vrouwen die jouw hulp nodig hebben. Alleen ik niet. Dat is misschien waar, maar je hebt het heel zwaar gehad de afgelopen tijd. En daar zul je mee moeten leren omgaan. En het is mijn werk om jou daarbij te helpen. Prettige kennis te maken, mevrouw Westerveld. Nee, man. Nee, niet mijn peuken. Hou je mond, Klimsop. Hé, ze pakt gewoon mijn peuken af, hè? Het is aan de hand, mevrouw Müller. Bemoei je niet mee.
Je hebt nog een half uur om te roken wat je roken kan en daarna lever je alles in.